In Amsterdam maken ruim 200 basisscholen cultuureducatie vast onderdeel van het onderwijsprogramma. 2 of 3 uur per week voor ieder kind. Scholen kiezen zelf de culturele partners die bij hun leerlingen passen en leggen hun keuzes vast in doorgaande leerlijnen. Hoi, ik ben Marley. Ik ben 11 jaar en ik zit hier op 8. Mijn school staat in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft met alle schoolbesturen en stadsdelen afgesproken om te werken met leerlijnen voor muziek, beeldend onderwijs en alle andere kunstdisciplines. Met dit basispakket biedt de gemeente Amsterdam extra geld en extra inhoudelijke ondersteuning aan scholen en aan het culturele veld. Een deel van die inhoudelijke ondersteuning komt van Mokka, door gratis en onafhankelijk advies over de invulling van cultuureducatie. Leerkrachten en ICC'ers worden 1-op-1 begeleid, op de eigen school. En door bijeenkomsten, scholing, netwerken en een digitale omgeving komen scholen en culturele instellingen samen. Er zijn ook onafhankelijke disciplinedeskundigen beschikbaar. Freelancers, betaald door de stad. Het zijn beeldend kunstenaars, dans, drama, erfgoeddocenten of muzici. Met kennis van vakspecifieke leerdoelen en effecten. Die kennis dragen ze over aan leerkrachten en ICC'ers. Er is meer. Gratis besloten vervoer naar culturele instellingen. Gratis muziekcoaching door het concertgebouw. En gratis muziekles voor alle groepen 3 tot en met 8 in iedere school. De stad geeft €20 voor cultuureducatie per jaar voor elke leerling per school. En niet alleen in de basisscholen, maar ook voor alle leerlingen in VMBO 1 en 2. Dit is bovenop de €10,90 die scholen landelijk krijgen. Door de regeling cultuureducatie met kwaliteit kan elke school deelnemen aan de leerlijnenlab. Er is in zo'n lab extra geld beschikbaar om samen met een zelfgekozen culturele partner een leerlijn uit te voeren. Het basispakket is een jaar geleden begonnen en dit is het eerste resultaat. 80% van de Amsterdamse scholen maakt cultuureducatie vast onderdeel van het curriculum. En duizenden leerlingen hebben wekelijks cultuureducatie, op school of op locatie.